De werkzaamheden aan de Zwartenhoven-Bruststraat verlopen vlot. Zo goed dat de aannemer bij Tali Groep NV zo ver is om de werkzaamheden die momenteel in de afrondende fase zijn bij het weggedeelte gelegen tussen de Saramakastraat en de Gemedelandsweg te verplaatsen naar het weggedeelte gelegen tussen het Molenpad en de Gemedelandsweg. Hoofdinspecteur Stanley Changour geeft meer duidelijkheid hierover. Inderdaad, de werkzaamheden die zullen zich verplaatsen naar het weggedeelte wat u net hebt aangehaald. En dat is tussen de Gemedelandsweg en het Molenpad. Ja? Natuurlijk krijgt u dan een wijziging van de verkeersstromen. U moet rekening houden dat de verkeersstromen komen uit het zuiden. Als ik het mag duidelijk aanhalen als voorbeeld vanuit bureau Nieuwehaven, zo je wil, Latour. Het heeft een zeer hoge verkeersintensiteit. En daarom adviseert de politie vanaf wanneer u terugkomt uit het zuiden of u komt vanuit het zuiden. Begin als u een bestemming hebt in het westen van Suriname. Begint u Latourweg te nemen. Zo niet, u rijdt door, denkt u aan de Slangenhoutstraat. U kunt ook daar linksaf slaan. In het andere geval Willem Campagne, linksaf. Uiterst geval, dan komt u daaraan bij het Molenpad. De omlegging zal zijn op de Zwartenbroekstraat, dichtbij Molenpad. Om en bij in het midden van de weg. Dus er is geen andere keuze dat al het verkeer dat komt over de Hogerhuisstraat richting Molenpad linksaf zal moeten afslaan in het Molenpad. Let u wel, tussen 6 uur 's morgens en 10 uur 's morgens zal het Molenpad vanaf de Hogerhuisstraat tot en met de Afiabastraat één richting zijn. De politie zal aanwezig zijn. U zal sowieso de aanwijzingen en bevelen van de politie moeten opvolgen. Ik leg de nadruk erop tussen 6 uur 's morgens en 10 uur. Dan is het één richting. Na 10 uur, wanneer de intensiteit is afgenomen, dan wordt het weer normaal. Houdt u rekening daarmee. Dat wil zeggen, als u komt vanuit het noorden en u wil naar de haven gaan, zal u de Derbystraat rechtdoor moeten rijden. Willem Campagne linksaf, dan gaat u naar de haven. En komt u vanuit het westen, uit de richting van de Pengelstraat, met de bedoeling ergens hier te komen, Jingron bijvoorbeeld. Daar rijdt u het verlengde van de Koningsstraat, de Limesgracht rechtsaf, door en dan komt u terug via de Derbystraat. Er zijn alle mogelijkheden. We hebben de situatie bekeken, maar dit is in het belang. In het belang, en ik heb altijd dus gezegd, de politie en de samenleving, we werken samen. Ja? Let u erop dat dit ingaat op maandag 23 september om 9 uur 's morgens. Om 9 uur 's morgens. Ik doe een beroep op zware transport. Ik denk niet dat we ze rond dat tijdstip krijgen. Maar als u toch komt, dan gaat u Molenpad moeten uitrijden naar de Pengelstraat. Want het gewicht van uw auto mag niet over de Afiabastraat. Als u rijdt over het Molenpad, dan gaat u rechtsaf in de Afiabastraat. Er zullen twee stromen zijn, zowel over de linkerrijstrook als de rechterrijstrook over het Molenpad. Dan gaat u Afiabastraat in en de Afiabastraat wordt ook één richting vanaf het Molenpad tot en met de Gemedelandsweg. De politie zal op elke kruising zijn om het verkeer te regelen. Op de hoek van de Afiabastraat en de Gemedelandsweg mag u links gaan, rechts of rechtdoor. Het hangt af wat uw bestemming is. Dat is het in grote lijnen. Ik doe een beroep op de samenleving. Let u op, tussen 6 uur 's morgens en 10 uur is het Molenpad en de Afiabastraat één richting. Na 10 uur wordt het weer twee richting. Dan kunt u bijvoorbeeld vanuit de Derbystraat gewoon weer linksaf komen in het Molenpad. En dan rechtsaf op de hoek de Hogerhuisstraat inslaan met uw bestemming Nieuwehaven of de politie of whatever. Dat is het. De politie zal constant aanwezig zijn. Na 10 uur blijven de motorrijders surveilleren en toezicht houden. Met betrekking tot de middagspits zal de politie daarop ook inspelen. Moet het zijn dat we het omgekeerd doen? Ik zeg maar een voorbeeld. Vanuit het Molenpad naar de Hogerhuisstraat, dan zullen we daarop inspelen. Maar laat men uitkijken naar de politie. De politie zal aanwezig zijn. Zoals we het nu doen aan de Waaldijkstraat, de Drambrandersgracht, de Gemedelandsweg. Dat zal ook hier werken. We hebben niet gekozen om de weg permanent één richting te maken. Nee, we willen de gemeenschap tegemoet komen. 'S Morgens de politie werkt eraan en 's middags
is de politie ook aanwezig. No problem. Het werk is uitgezet. Ik denk, hou het meteen goed hoor. De weerschoten meewerken moeten tot en met begin december zijn. Toch? Maar we hebben een beroep op de aannemer gedaan. Zeg, in het belang van de veiligheid en een vlotte doorgang van het verkeer. Dat ze misschien aan deze kant proberen te werken. Begin vanuit Molenpad. En als we dat stukje kunnen vrijkrijgen vanaf Molenpad tot en met de Limesgracht. Dan zijn we geholpen. Dan kan het verkeer weer rijden naar de Limesgracht toe, linksaf. En dan haar weg dan gaan vervolgen. Maar dit moet zijn begin december. Bradangassa, ik naam Japakatide. In het kader van een project voor Zwarte Hoevenbrugstraat. Bij land die bezig met de aannemer bij Tali. Voor de nieuwe riolering en wat nieuwe wegdek. Maandag 23 september, 9 uur. Een verkeersomlegging per Apasitap nu tussen de Saramakastraat en Gemeenelandsweg. Apasitap is op, maar dan dat gelijk was kooi voor Gemeenelandsweg naar Molenpad. Is dat per Molenpad de, naar schuins op de haven. Ja? Dus een omlegging ook nu ook voor Molenpad naar Zwarthoebrugstraat. Je verstaat dan dat teek moet uit het zuiden, als zuiden naar Pebiro Nieuwe Haven, de Latour, daaruit. En te rijden naar foto in Oma rijden door. Dus met gaan rijden voor begin te Latourweg, if je gaat westen. Of de Slangenhoutstraat. In het andere geval, je tek Willem Campagnestraat, dat je bent. Maar if je nog sap moro varen of in een bengo in de passie, dat je rijden kan Molenpad. Dat vanaf maandag 23 september, 9 uur, Molenpad Otroa eerricht in passie. En dat na tussen 6 uur maanding. Dan gaat het hier om manting. Ja, scooter of de op aanwijzing voor scooter in volga afas vijmrij. Ja, dus 6 uur om manting kom met 10 uur Molenpad op de E-richting vanaf Hogeruistraat kom met Afiabastraat. Afiabastraat naar Zijbensaplik Nepvuurstraat. Dappe. En die ben go in Nepvuurstraat vanaf Dappe toe kom met de gemeene Landsweg op de E-richting toe. Dus dat verkeer oré, maar alle toerijstrook vanaf Hogeruistraat over Molenpad, ga naar Afiabastraat en tapa ook voor gemeene Landsweg. Dat kan go links, rechts of je kan go rechtdoor. Dat mag go alle CP wani. If je rijdt vanaf de Pengelstraat, de vroeger Wanikastraat, en je rijdt met het Molenpad, dat tapa ook voor een verlengde voor Koningsstraat, ja, je go links of je go rechts in Koningsstraat. If je wan go naar haven en je moet voor noorden, dat je tek Derbystraat lange go met Willem Campagne. Dat je go links of daar met even naar scootbureau je go of peto. Maar scooto dat op alle uku do begeleju nogo du sansa juani. Du a sansa scoote sorry, ja. We gaan voor de veiligheid. Is op zeep sanuno. Me actie weer lek voor altijd me actie tak scooto moest roko samen nanga julek borgu. En borgu moest roko samen nanga scooto. Lek voor hoe gedraag ik bij de afgelopen de wegomleggingen. Mim geef een compliment nog, want u bent boem. En zo ook klaar aan Rokodis toe. A Rokodis schedule til ik begin december. En dan pas je op elkaar. Maar we moeten samenwerken.